Een goede avond. Staatssecretaris Pascal Smet stapt op na de heisa over het bezoek van een Iraanse burgemeester aan een conferentie in Brussel. Verantwoordelijkheid opnemen is de enige conclusie die in deze echter mogelijk is. Ik heb dat altijd gedaan en zal dat blijven doen. Te weinig mensen doen dat in ons land. Op verschillende plaatsen mag er nu al niet meer gezwommen worden door blauwalgen in het water. Voor mensen, maar ook voor dieren, is het eigenlijk gevaarlijk, omdat daar, als daar zon op komt en je zet daar in de buurt irritaties, maar ook dampen, waardoor de luchtwegen kunnen geïnfecteerd worden. Remco Evenepoel wordt dan toch geen eindwinnaar in de Ronde van Zwitserland. En de Belgian Cats winnen ook het derde en laatste duel in de poelenfase van het Europees kampioenschap en staan in de kwartfinales. De Brusselse staatssecretaris voor internationale betrekkingen, Pascal Smet, van Vooruit, neemt ontslag uit de Brusselse regering. Dat heeft hij vanmiddag bekendgemaakt op een persconferentie. Smet voelt zich naar eigen zeggen politiek verantwoordelijk voor een fout van een medewerker. Die had toegelaten dat het Brusselse gewest de verblijfskosten zou betalen van Iraanse en Russische deelnemers aan een internationale conferentie in Brussel vorige week. Ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen dat er Belgisch geld voor verblijfskosten naar een vertegenwoordiger van het Iraans of Russisch regime zou gaan. Omwille van de verblijfkosten, de fout die mijn medewerker begaan heeft, maar die ondertussen hersteld is, heb ik beslist om met ingang van middernacht ontslag te nemen als staatssecretaris. Smet lag al enkele dagen onder vuur over de aanwezigheid van de burgemeester van Teheran op de conferentie in Brussel die hij mee had georganiseerd. De oppositie noemde het onverstandig om een vertegenwoordiger van het Iraanse regime uit te nodigen vlak na de moeizame onderhandelingen met Iran om Olivier van de Kastelen vrij te krijgen in ruil voor een veroordeelde terrorist. Na het ontslag van Smet vragen oppositiepartijen, N-VA en Vlaams Belang dat ook federaal minister van Buitenlandse Zaken Labib opstapt. De burgemeester van Teheran was de voorbije dagen in Brussel voor een internationale conferentie van burgemeesters. Brussel staatssecretaris Pascal Smet was mede-organisator. Ook de adjunct-burgemeester van de Russische stad Kazan nam deel aan de conferentie. Was het wel verstandig om deze mensen van omstreden regimes uit te nodigen? Smet lag vrijdag onder vuur in het Brussels parlement. Hij verdedigde zich toen nog. Maar toen hij achteraf aan de weet kwam dat een medewerker, zonder dat hij het zelf wist, groen licht had gegeven om de hotelkosten te betalen, beslist hij vandaag om op te stappen. Dat is wat anderen dan zouden doen. Zeggen, ik heb mijn medewerker ontslaan, ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen. Maar ik vind het nu wel iets te ernstig met alle commotie die er rond zit en alle dingen, dat ik vind, ik moet zelf mijn verantwoordelijkheid nemen. Ik vind mijn moreel kompas belangrijker dan collega's onder een bus gooien. Smet voelt zichzelf ook onder de bus gegooid door minister van Buitenlandse Zaken Labib. Haar diensten hadden de visa verleend aan de Iraanse officials. Maar het was Pascal Smet die daarop aandrong, zei ze in de Kamer. Ik vond heel erg wat er in het federaal parlement gebeurd is. Het heeft mij persoonlijk geraakt. N-VA en Vlaams Belang vragen dat niet alleen Smet, maar ook minister van Buitenlandse Zaken Labib opstapt. Ik denk dat iedereen die in dit dossier betrokken is, zichzelf die vraag moet stellen. Ja. Onze samenleving heeft vertrouwen nodig in politici. En dan moet je ook, zelfs als je zelf, en zoals in mijn geval, geen fout hebt begaan, soms verantwoordelijkheid nemen. Het is nu in de eerste plaats uitkijken naar wie Pascal Smet zal opvolgen als staatssecretaris. Het is aan de Vlaamse socialisten om iemand naar voren te schuiven. Dat zou morgen gebeuren. Na een lange periode van droogte heeft het eindelijk nog eens geregend. Bij het KMI in Ukkel is er 32 dagen lang geen druppel water gevallen. Maar gisteravond kwam er dan toch wat neerslag. Ook vandaag waren er lokaal enkele buien. Vanavond en vannacht is er kans op onweer. Het KMI heeft code geel afgekondigd voor de provincie West-Vlaanderen, maar ook in de rest van het land kunnen er onweersbuien plaatsvinden. Hebben we nu een droogterecord gebroken?
Wel, 15 mei was de laatste dag dat het nog in Ukkel geregend heeft. Dus van 16 mei tot en met 16 juni heeft het niet geregend. Want sinds gisteren is er wel regen gevallen in Ukkel. Het record was eentje van 2007, stond op 36 dagen. En dat hebben we dus niet gebroken. Ook de hittegolf van 10 dagen lang is nu officieel voorbij. Maar ondanks de eerste regen zochten mensen toch nog extra verkoeling in de vijvers van de recreatiedomeinen vandaag. Al is op sommige plaatsen in Vlaanderen waterrecreatie nu verboden, omdat er al blauwalgen ontdekt zijn. Meestal komen die pas voor tijdens de hoogzomer, maar door de droogte en de hitte van de voorbije weken zijn de blauwalgen er nu al. Dus we hebben hier eigenlijk de blauwalg en doordat het hier ondiep water is, komt dat dus naar boven. Voor mensen, maar ook voor dieren is dat eigenlijk gevaarlijk, omdat daar, als daar zon op komt en je zet daar in de buurt irritaties, maar ook dampen waardoor de luchtwegen kunnen geïnfecteerd worden. En daarom is het nu zo stil op de vijver van de Mosten in Hoogstraten. Alle waterrecreatie is tijdelijk verboden. Een streep door de rekening van de uitbaters. In de maand juni zien we heel veel schoolbezoeken nog. Schooluitstappen die gedaan worden richting de zomervakantie. En uiteraard met de opstart van de zomervakantie komen dus sportkampen eraan. Droogte en warm weer bevorderen de bloei van blauwalgen, zeker als de watertemperatuur boven 20 graden ligt. Op een week tijd ging die hier van 18 naar 22 graden. Er zijn sommige domeinen die er ook een soort van kalk in kappen, maar dan spreken we over tonnen. En dat is hier eigenlijk allemaal niet wenselijk. Voor de zwemvijver is dat een ander verhaal. De zwemvijver trekken we elk jaar leeg in de winter. Daardoor is ook die blauwalg weg en is de doorlooptijd van de plant, van terug begin naar groeien, is veel langer dan hier. Waar hij constant water in staat. Op de zwemvijver in recreatiedomein de Lilse Bergen wordt één keer per jaar leeg gepompt om de algenbloei af te remmen en er is meer. Blauwalgen komen typisch voor in ondiep, stilstaand water. Dus wij zorgen er eigenlijk voor dat er zoveel mogelijk circulatie is in het water zelf door constant water op te pompen vanuit onze diepe vijver die een beetje verder ligt en zo een circulatie te creëren zodat er geen stilstaand water ontstaat. Het domein lokt gemiddeld 120.000 zwemmers per seizoen. Een goede waterkwaliteit is dan ook belangrijk. Kinderen kunnen hier veilig spelen en waterkwaliteit is ook niks mis. Moest het nu zijn dat we het gewoon in het wilde weg zouden gaan doen, dan zou het eigenlijk niet zo vertrouwen. Maar ik denk net dat het hier wel gecontroleerd wordt. Ik denk dat wel. Ik ben er redelijk zeker in. In principe is de kans op de bloei van blauwalgen vooral het grootst tijdens de hoogzomer, als het water van vijvers goed is opgewarmd. Maar dat gebeurt steeds vaker vroeger op het jaar, dat zegt de Vlaamse Milieumaatschappij. Het is relatief vroeg dat we nu al wel wat meldingen binnenkrijgen, dat klopt. Het piekmoment is typisch in augustus, dus dan zien we echt de meeste meldingen. Dat het vroeger voorkomt, heeft te maken met de klimaatverandering? Het is inderdaad zo, bij die warme en droge zomers gaat de kans groter zijn dat je dergelijke bloeien krijgt. En we weten dat we de komende jaren meer en meer kans zullen krijgen op dat soort zomers. En dus ook meer kans op blauwalgen. Wie deze zomer afkoeling wil zoeken in het water, kan de kwaliteit ervan nagaan op www.kwaliteitzwemwater.be. Daar vind je alle zones waar het toegelaten is om te zwemmen. En naast de testresultaten over de waterkwaliteit vind je ook andere informatie, zoals de gemiddelde temperatuur. Voor ons was het eigenlijk redelijk vlot, maar voor de vrienden waar we mee waren en wel wat gesukkeld voor de parking te vinden. En we een uur moeten op elkaar wachten tegen dat we elkaar vonden. Ja. 25 euro voor een parking. Lang moeten aanschuiven, organisatie die al 20 jaar, 30 jaar bezig is, vreemd. Na de grote verkeerschaos van gisteren op het festival Werchter Boutique, waar mensen 2 uur lang moesten aanschuiven om aan te komen en weer te vertrekken, lijkt het verkeer vandaag vlotter te lopen naar TB Classic. Een aantal mensen heeft wel nog in de file gestaan, in de richting van de parking. Maar veel andere mensen hebben de routes gevolgd die op hun ticket stonden. En zo werd het verkeer gespreid, zoals de bedoeling was. Veel festivalgangers hebben na de berichten van gisteren ook gekozen voor trein, bus of de fiets en zijn vlot op de festivalweide geraakt. Dag Annemie. Het loopt dus allemaal wat vlotter dan gisteren, want ik zie die wei staat helemaal vol.
Ja, die indruk heb ik toch, Wim. Wij hebben werkelijk met tientallen mensen gesproken die hier met de wagen zijn gekomen. En goed de helft daarvan zei dat dat vlot was verlopen. Ze hebben de QR-code gescand die op hun ticket stond. En ze hebben zo de weg naar de parking vlotjes gevonden. De andere helft zei dat ze toch wel wat hadden moeten aanschuiven. Wachttijden varieerden tussen de 20 minuten en anderhalf uur. Het heeft vooral gestropt rond het centrum van Haagt, horen we. Maar al bij al was dat toch minder lang aanschuiven dan de 2 uur die mensen er gisteren over moesten doen om hier te geraken. En we moeten er eerlijkheidshalve ook aan toevoegen dat we eigenlijk geen enkele boze of gefrustreerde festivalganger zijn tegengekomen. Alle mensen waren heel erg blij dat ze hier op tijd zijn geraakt om straks het concert van hun grote held te kunnen zien. En dat is Bruce Springsteen, die om 10 uur hier gaat optreden. Ja, en hoe lang is het geleden, Anne, dat Bruce Springsteen in ons land was intussen? Dat is 6 jaar geleden, Wim. Ik was er toen ook bij, daar op de weide. Ik moest toen niet werken. Maar 6 jaar geleden, ja, wat is er ondertussen gebeurd? We hebben corona gehad. Bruce Springsteen zelf is ook 73 jaar oud geworden. En ja, toen werd aangekondigd dat hij hier nog eens zou komen optreden. Dan waren die tickets op minder dan een uur tijd uitverkocht. Dus de mensen hebben er enorm naar uitgekeken om hem nog eens te zien. En een concert van Bruce Springsteen hier op Werchter, dat duurt zo'n 2,5 uur. En de mensen die het kunnen weten, die zeggen, Bruce die stelt nooit teleur. Dus we zullen zien of dat straks ook niet het geval is, Wim. En hopelijk ook voor de uittocht dan geen teleurstelling. Dank je wel, Anne. Straks gaan we ook nog eens luisteren op Graspop, waar Helmut Lotti zich voor het eerst heeft gewaagd aan een heel ander genre, de metalmuziek. Maar eerst dit. Blanco doktersvoorschriften kunnen online besteld worden door mensen die helemaal geen arts zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van onze redactie. En dat zet de deur open voor fraude. Ja, ik val een beetje van mijn stoel om eerlijk te zijn. Het is eigenlijk een beetje beangstigend dat dat zo gemakkelijk kan. Het gaat om papieren voorschriften voor medicatie waar ook een naam en een RISIF-nummer op staat. Dat is dan het persoonlijke nummer van een arts waardoor de briefjes in de apotheken worden aanvaard. Die kunnen dus door om het even wie besteld worden, zolang je maar de naam en het RISIF-nummer van een arts kent. Op dat systeem om blanco doktersvoorschriften te bestellen lijkt er dus geen controle te zijn. Papieren voorschriften zijn misschien de uitzondering, toch gebruiken heel wat dokters ze nog. Blijkt nu dat je geen dokter moet zijn om ze makkelijk in handen te kunnen krijgen. We zijn eigenlijk gewoon beginnen zoeken op het internet en al snel vonden we dat we alle informatie die nodig is om papieren doktersvoorschriften online te bestellen, dat we die gewoon heel simpel vonden. Voor alle duidelijkheid, wij hebben dit met volledige medewerking van een arts gedaan, dus we mochten haar naam gebruiken en haar RISIF-nummer. We gaan die voorschriften ook gewoon aan de dokter terugbezorgen, maar ons punt is wel dat we de dokter eigenlijk niet nodig hadden om al deze informatie te vinden. We hebben ons voorgedaan als arts en zo de voorschriften besteld. En dat mag niet. Maar zo tonen we aan hoe makkelijk het kan. De arts is op de hoogte, maar krijgt zelf nooit een melding dat haar identiteit gebruikt wordt. Wat ons wel is opgevallen is dat de dokter in kwestie ook nooit een melding gekregen heeft van hey, er zijn doktersvoorschriften op jouw naam besteld. Dat wordt niet gemeld, waardoor je dus eigenlijk als persoon met slechte bedoelingen gewoon vrij spel krijgt en inderdaad ja, met die voorschriften kan doen wat je wil. De voorschriften bestellen is één ding, maar zouden ze ook aanvaard worden door de apotheker? Met andere woorden, zien ze er echt uit? Het ziet er eigenlijk perfect uit zoals een voorschrift zou moeten zijn. Bij een vermoeden van fraude worden apothekers aangeraden om de politie te contacteren, maar een echte controle is er dus niet. Als iemand goed weet wat hij moet doen, hoe dat hij de dokter kent, de voorschrift, het aantekening kan kopiëren, dan kan hij perfect met deze informatie, met deze middelen, eigenlijk zijn medicatie komen halen die hem niet toebehoort. Het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering, het RISIF, dat verantwoordelijk is voor de voorschriften, verwijst in een reactie naar de barcode die op de voorschriften moet staan. Die zou fraude moeten bemoeilijken. Al toont dit onderzoek van onze redactie dus aan dat we toch de juiste barcode konden bemachtigen. Ruim 2 maanden na het begin van de oorlog in Soedan hebben de strijdende partijen voor de zoveelste keer een staakt het vuren van 72 uur afgesproken. Vorige pogingen om het geweld te stoppen zijn allemaal mislukt.
De situatie op het terrein is intussen dramatisch. 2,2 miljoen mensen zijn op de vlucht. Meer dan 3000 mensen verloren het leven. En 25 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. In de Soedanese hoofdstad Khartoum zou het sinds het staakt het vuren van morgen om 6 uur is ingegaan relatief rustig zijn. Gisteren vielen er bij een luchtaanval op een burgerwijk nog 17 doden, onder wie 5 kinderen. Maar bombardementen of niet, voor wie in de stad is blijven wonen, is het sowieso onleefbaar. Maar 20% van de gezondheidsinfrastructuur in Khartoum zou nog functioneel zijn. Maar elders in het land is het nog erger. Vooral dan in de regio Darfur, waar Arabische milities de niet-Arabische Afrikaanse bevolkingsgroepen wegjagen. Ze vluchten met z'n honderdduizenden richting buurland Tjaad. Dit zijn beelden van net over de grens, in Tjaad. De vluchtelingen zijn allemaal van dezelfde niet-Arabische bevolkingsgroep. Hun getuigenissen wijzen op een etnische zuivering. Andere beelden van op sociale media, volgens analisten zijn ze authentiek, tonen hoe milities, zo goed als zeker de Rapid Support Forces, hele dorpen in brand steken en hoe de mensen er massaal op de vlucht slaan. De Soedanese Halve Maan waagt zich als een van de weinige humanitaire organisaties in de regio en helpt met het bergen van lichamen. Morgen is er een internationale donorconferentie voor Soedan. Op de Filipijnen zijn alle 120 passagiers gered van op een brandende ferry. De ferry was op weg naar het eiland Bohol in het centrum van de Filipijnen. De kustwacht heeft de brand inmiddels met succes geblust. Waarom er brand uitbrak is nog niet duidelijk. Het maritiem transport is erg onveilig op de Filipijnen. In maart kwamen nog 31 mensen om het leven bij een brand op een slecht onderhouden ferry. In Brazilië, in de zuidelijke deelstaat Rio Grande do Sul, heeft een tropische cycloon zeker aan 11 mensen het leven gekost. De storm veroorzaakte zware stortregens. Op verschillende plaatsen zijn er overstromingen. Reddingsteams zijn nog op zoek naar een tiental vermisten. De bevolking is gewaarschuwd voor mogelijke aardverschuivingen. In de Amerikaanse staat Texas heeft een tornado een spoor van verdieling getrokken in de stad Perryton in het noorden van de staat. Dronebeelden tonen honderden verwoeste huizen en hopen puin. Vooral een woonwagenpark is zwaar getroffen. Zeker 4 mensen kwamen om het leven, tientallen anderen raakten gewond. Reddingsteams zoeken nog volop naar vermisten, ook hier. En dan weer naar eigen land. Voor mensen met een beperking is sporten niet vanzelfsprekend. Voor sommige sporten heb je speciaal materiaal nodig en vrijwilligers. Voor zeilen bijvoorbeeld. Maar het kan wel degelijk. In Brugge organiseert de plaatselijke jachtclub elke maand zo'n bijzondere zeilsessie. Het is een spannende dag voor enkele bewoners van Spermali. Ze gaan voor het eerst in hun leven zeilen. Ze zien erg weinig, maar voelen des te meer. Het water. Voel je dat? Ja. Wow. En de wind ook, hè? Ja. Erik is al een stuk ervarener. Hij komt al jaren, want het brengt hem veel. Ontspanning, rust. De pijn dat je vergeet. Je zit in een andere wereld. Het is wel een hele operatie natuurlijk, hè? Om het te organiseren in en uit het water. Ja, daarom zijn de vrijwilligers. Hè? Ja, want u bent vrijwilliger. Ik ben vrijwilliger, ja. U bent gewoon lid van de club. Ja, ik ben lid van de club. Ik was vroeger zeilster en dat blijft nog in die sfeer zitten. En die gelukkige gezichten, dat is tof. De Brugse Zeil- en Jachtclub heeft 5 boten gekregen via een VZW, die intussen actief is in verschillende Vlaamse clubs. Helemaal in het begin zagen we dikwijls mensen met een beperking op de steigers, op de kade. Zagen we ze zien naar de boten met veel goesting om eigenlijk mee te zeilen. En dan hebben we gezegd, oké, dat is eigenlijk niet fijn, dat is niet leuk, zo hoort het niet. En zo zijn we eigenlijk begonnen. Die mensen moeten dat ook die kans krijgen om mee te zeilen. Sinds corona varen de zeilers met een beperking ook samen in kleine bootjes. Het geeft hen nog meer zelfstandigheid en vrijheid. En dat is het ultieme zeilgevoel.
Die heeft 20 jaar geleden een dronken chauffeur mij aangereden waardoor ik mijn nek gebroken heb. Ik was 25, nu ben ik 45. Sinds ik verlamd ben, moet ik tegen 1000 dingen nee zeggen. En als ik dan nu hoorde van G-zeilen in Brugge, dacht ik, ga dat een keer proberen te doen. Als kansjes zich voordoen, moet ik dat nemen. Kapot van de zenuwen, eigenlijk, ja. Ja, heel veel stress, slecht geslapen ook. Mijn rechter ooglid dat aan het trillen is heel de tijd. We zullen zien, hè. Bloednerveus is hij dus, want Helmut Lotti is de vreemde eend in de bijt op Graspop. Het festival ging vandaag de laatste dag in. Een uitverkocht festival was het. Zo'n 135.000 mensen genoten van metal in allerlei genres. Helmut Lotti, zoals u hem al zag, maar nog niet hoorde, met een hardrock cover. Dat kan gebeuren dat je, voordat je op een podium komt, zo weinig voelt komen uit de zaal. En dan moet je nog zo goed voelen, dan denk je van, dat wordt hier werken vandaag en dat loopt te leeg. En dan zijn er plekken, zo van, als je niet in je sas voelt, maar je hoort dat publiek en die zijn al enthousiast, dat je zoiets zegt van, dat komt hier wel in orde. Dat jullie niet alleen voor Helmut gekomen zijn? Wij komen al 25 jaar naar Graspop. Wij komen eigenlijk voor niemand meer. Maar voor Helmut Lotti is wel speciaal. De rest heb ik wel 15 keer gezien. Dus... Mevrouw gaat er zelfs van crowdsurfen. Maar er was natuurlijk nog meer moois. Graspop staat voor gevestigde waardes en veel nieuw talent. Uit Indië bijvoorbeeld. Ik merk wel dat de oudere bands, echt de old school metal bands, zijn een beetje vervallen. Ze zijn wel goed bezig voor de jeugd weer aan te trekken met de nieuwe school bands. Ze zijn echt niet blij dat we naar huis komen. Ze zijn hier van woensdag en blijven tot het laatste. De zwakken moeten eruit. Ze moeten er allemaal uit. Helmut Lotti, zoals we hem nog nooit hoorden. Benieuwd of dat smaakt naar meer. We begonnen dit journaal met het ontslag van de Brusselse staatssecretaris Pascal Smet van Vooruit. Hij was in opspraak geraakt omdat zijn kabinet een Iraanse burgemeester en Russische vertegenwoordigers had uitgenodigd naar een conferentie in Brussel en ook kosten voor hen betaalde. Dank voor het kijken. Fijne zondag nog. Ik kan het niet met mijn geweten in overeenstemming brengen dat er Belgisch geld voor verblijfskosten naar een vertegenwoordiger van het Iraans of Russisch regime zou gaan. Omwille van de fout die mijn medewerker begaan heeft, maar die ondertussen hersteld is, heb ik beslist om met ingang van middernacht ontslag te nemen als staatssecretaris. Onze samenleving heeft vertrouwen nodig in politici. En dan moet je ook, zelfs als je zelf, en zoals in mijn geval, geen fout hebt begaan, soms verantwoordelijkheid nemen. Internationale à Bruxelles, ville diplomatique internationale comme ville haute. Du SPF Affaires étrangères sur l'opportunité d'inviter